naar de eenheid Rotterdam bij Waddinxveen op de A12. Surveillant René en Sander halen een bestuurster in die haar telefoon niet in de handen heeft, maar toch aan het bellen is. En dat mag ook niet tijdens het rijden. Het is een uitspraak van de overheid. Als die achter het, zo achter het hoofddoekje zit, is die gewoon fout. Maar er gaat wel meer fout bij deze bestuurster. Als er weer zo eentje die verrot te doen wat je wil, is het steeds te bellen hoor. Uiteindelijk heeft mevrouw door wat ze geacht wordt te doen. Goedemiddag mevrouw, verkeerspolitie Rotterdam, onopvallende videosurveillance. Mag ik u daar een kentekenwijs even? Sorry? Of ik u daar een kentekenwijs even mag? Ja, dank u wel. De reden dat we u meenemen, is dat u met uw telefoon aan het oor zit. Ja, die heb ik heel lang voordat ik in de auto zat. Ja, maar dat mag niet. Ja, ik rijd met mijn vrije auto. Nee, maar u mag hem niet achter uw hoofddoek steken ook. Er is een uitspraak van de Hoge Raad van. Dat dat niet toegestaan is. Ja, als je zo met de handen rijdt. Ja, maar u mag hem ook niet achter uw hoofddoek stoppen. U bent niet het antwoorden verplicht. Wat is de reden dat u de telefoon achter uw hoofddoek gestoken heeft en niet gewoon in uw tas? Nou, dat was omdat ik moet op een kind nog een gehandicapte kind gaan ophalen. Uh-huh. Dus ik was aan het praten om ze wachten of ik het in de file sta. Dat zijn de redenen. Oké. Dan noteer ik dat als een verklaring. En dan gaan we dat meezenden. En dan staat de politie volgen. En dan blijft u gewoon uw rijstrook volgen. Waarom doet u dat dan? Als de politie volgen staat, wat denkt u dat eigenlijk dat betekent? Ik zag gewoon een zwarte auto, eerlijk gezegd. Ja, maar er staat toch een bordje met rood politie volgen. Ja, daar. En als ik dan mijn hand uitsteek, dan gaat u een keer reageren. Nou, maar ja. Ik zag gewoon een auto. Ik dacht, want soms zijn mensen... Nee, ik denk dat u te druk was met de telefoon. Nee, ik was niet druk met de telefoon. Echt niet. Niet? Nee, ik rijd ook niet vaak hoor. Maar zeker als u nooit niet zoveel rijdt, dan is het juist zo belangrijk dat u alleen met de weg bezig bent en niet met een telefoongesprek. Ja, je gaat met mij in discussie over dingen. Je hebt een bekeuring voor mij. Dan neem ik mee, dan ga ik. Ik moet een kind ophalen. Ja, maar ik probeer u het een en ander duidelijk te maken. Ja, nu weet wat ik het. Voor volgende keer als ik een zwarte auto zie, goed. Dan hou ik rekening mee dat een. Nou, nee, het hoeft geen zwarte auto te zijn hoor. Het kan ook een andere kleur te zijn. Dat is nieuw. Ik heb het nooit gezien. Nee, maar als de politie volgen staat, betekent dat gewoon dat u moet volgen. Ja, daarna heb ik gezien. Mevrouw. De bekeuring kost €230. Ja. Daar komt nog €7 voor de administratie bij. Ah, dat komt op mijn adres, toch? Jawel, die komt gewoon op uw adres. De auto is van mijn broer. Ja, maar hij komt bij u op het huisadres. Nee hoor, u krijgt hem gewoon thuis gestuurd. Dus uw broer ziet hem niet eens verschijnen. Ja? Ik wens u nog een prettige dag verder. Met een boete van €230 in het vooruitzicht kan de bestuurster haar weg naar school vervolgen.